Wij staan vandaag voor het kasteel Boterlaag in Deuren. Het gebouw is een paar keer in brand gestoken door kinderen. En sinds dan is het verlaten. Er is een eigenaar die heeft een paar weken geleden het kasteel overgekocht op een veiling. Maar check dit. Dit is echt gewoon van een spookhuis precies. Hè. Dat is met die poort. Je kunt zien, het dak helemaal in brand gestoken. 2 keer op 3 dagen tijd.